Ieder jaar reikt Siemens de PLM Excellence Awards uit. En bedrijven die hebben gekozen voor PLM software en deze software inzetten als onderdeel van de bedrijfsfilosofie, maken kans op een nominatie. En als Hollandse ingenieur, die geboren is op de grens met België, is het mij een grote eer om de nominaties bekend te maken. Good afternoon, I'm here with a present for Pavo. Yes, Pavel, it's Veronique speaking. I have a present for you. Nice meeting you. Pavel, I'm Alan, nice to meet you. What is happening here? It's a joke? It says that you were nominated for the PLM Excellence Award 2011. Gentlemen, good news. Finally, we have been nominated for something. Huh? Looks like somebody was liking our job and we are nominated for one of the prizes within the Siemens competition. Thank you. That's not good for our regime, but anyway, that's nice. Okay, it's big enough to be shared with the full building. Here in factory we are producing the automotive glass, all the glass you can find in your cars, for example. And this is one of the reasons also why we needed to implement Teamcenter in our company, or at least a good PDM, because the database we were using in the past was not done to manage such an assembly or such a complex assembly. Actually, we were having our own database system several years ago, but it was not designed for a product type of approach to our data. And we are using Teamcenter 2007 version of their PDM system since already 1 year and a half, I suppose. Here you are on the division part of the AGC. We have another sites on Czech Republic, France, Italy, Hungary, and Russia. That's what is connected for the moment, our PDM system. And in the future, we are thinking to connect USA, Asia, and maybe Japan also. Okay. Christophe, ik heb een verrassing voor u en uw medewerkers. Een doos met iets lekkers en een envelop met hopelijk iets bijzonders. Gefeliciteerd. U bent genomineerd voor de PLM Excellence Award Belgium 2011. Dank u wel. Het is een aangename verrassing. Picanol werd gesticht in 1936 door Jaime Picanol samen met de familie Steverlink. En toen hebben we de eerste weefmachine, Picanol weefmachine, gemaakt en verkocht. De Omnium was dat toen. Jullie ontwikkelen die machines volledig zelf? Ja, volledig zelf, volledig in huis. We gebruiken NX6 voor de CAD-software en Teamcenter voor onze workflow en statusbeheer van de stukken. Wij ontwikkelen op het scherp van de snee van materiaaleigenschappen, van fysische eigenschappen. Om een voorbeeld te geven, de grijpers in een grijperweefmachine die bewegen sneller dan de zuigers van een Formule 1-wagen. Dus met minder, uiteindelijk met veel minder middelen dan automotive. Denken wij toch dat wij minstens even uitdagende ontwikkelingen uitvoeren. En voor ons is het dus van belang om ook in de toekomst sneller, dus nog verder op de rand van de eigenschappen van de materialen te gaan ontwikkelen. Met minder energieverbruik, minder afval, een minimale impact op het milieu. Goedemorgen iedereen. De reden waarom wij jullie geroepen hebben, is dat wij deze morgen tot onze verrassing en ook onze eer genomineerd zijn voor de PLM Award. Maar belangrijker nog, ook een lekkere taart uit Utrecht. Ja! Goedendag. Heel erg. Heer Schepens, aangenaam. We komen eigenlijk voor de engineering afdeling. Dan ga ik u doorgaan. Engineering afdeling? Ja. Ik heb iets voor jullie. Wilintra, gefeliciteerd. U bent genomineerd voor de PLM Excellence Award Belgium 2011. Amai. Congratulations with your nomination. Siemens PLM Software. Proficiat. Amai, chique taart. Ja, mooi. Op Siemens. Ja. Dank u vriendelijk. Wilintra is een bedrijf dat logistiek materiaal ontwerpt, produceert en assembleert en verkoopt voor de gezondheidssector. Wij hebben in onze producten zeer veel verschillende onderdelen die in verschillende manieren gemaakt zijn, zoals plaatwerk, kunststof, spuitgietstukken, extrusie. En met Solid Edge is dat zeer gemakkelijk om dat allemaal te combineren. Ik denk dat Wilintra een van de eerste gebruikers in België was. Wij hebben versie 2 in 1995 getest en versie 3 in eind 1995 gekocht. Plaatwerk kunnen wij echt tekenen zoals het eigenlijk produceren. Alle stukken kunnen wij eigenlijk
zeer goed met dit programma tekenen zoals het zou moeten. Wij hebben geen eigen productie, dus wij moeten alles uitbesteden. Het is heel belangrijk dat we de juiste informatie aan de juiste persoon op het juiste moment geven. Het releasen van tekeningen is een zeer delicaat en belangrijk punt. Vandaar dat we daarvoor beslissing genomen hebben om een PLM-pakket Teamcenter Express in te schakelen. Hoera! Hoera!